Op vrijdag 26 augustus vond de actie Sliedrecht bruist voor hongerend Afrika plaats, waarvan de opbrengst in totaal €33.500 heeft opgeleverd. De donatie was nodig om mensen te voeden en de schade voor de getroffen bevolking te beperken. Met de opbrengsten van Giro 555 wordt medische hulp geboden in de vluchtelingenkampen en voor water en voedsel gezorgd. Mag ik eventjes vragen hoe jullie op het idee gekomen zijn om voor hongersnood in Afrika Sliedrecht bruist te organiseren? Wij hebben in het bestuur van de Stichting Sliedrecht bruist een aantal hele fanatieke twitteraars. En de ene twitter naar de andere die ging over hongerend Afrika en toen werd het initiatief genomen om iets dergelijks te organiseren. En hoe lang is dat geleden? Wanneer zijn jullie er ongeveer mee begonnen? Ja, ongeveer 4 weken geleden. Op zo'n korte termijn? We hebben op een hele korte termijn alles moeten organiseren, joh. En hoe is dat in zijn gang gegaan? Ja, we zijn met het bestuur bij elkaar gekropen en ideeën uitgewerkt om deze avond in te vullen. En een belangrijk idee was dat we geen grote pauzes wilden, zodat de hele avond gevuld werd. Vandaar dat we de afwisseling gedaan hebben in de foyer en hier in de grote zaal. Want hoeveel bands treden er nou vanavond op? Er zijn ongeveer 10 of 12 acts, dacht ik. Maar bij elkaar zijn er wel 200 mensen bij betrokken. Maar die acts die treden, neem ik aan, gewoon vrijwillig op, toch? Alles is belangeloos. Dus iedereen die brengt geen geld in rekening. Hoe is de avond vanavond verlopen? Heel leuk. Ik hoor alleen maar hele positieve reacties. We hadden misschien wel op wat meer kaartverkoop gerekend, maar goed, dat weet je toch van tevoren nooit. Want wat was jullie streven om binnen te halen voor Afrika? Nee, we hebben absoluut geen streven neergelegd. Dat niet. Maar hoeveel hoopten jullie dan binnen te halen? Wij hebben al veel meer dan dat we gehoopt hebben. En hoeveel is dat ongeveer? We hebben ongeveer dat we af kunnen sluiten op €33.500, denk ik. En vind je de avond geslaagd? Absoluut geslaagd. Hoe heeft u het vanavond? Geweldig. Ja? Ja. Heeft het wel naar uw zin zo'n beetje? Uiteraard, kijk, wij hebben opgetreden. Ja, hoe ging het optreden? Kunt u daar even wat meer over vertellen? Fantastisch. Geweldig optreden. Kunt u nu ook een beetje zingen voor ons? Nee. Maar waarom niet? Ik heb zoveel gezongen. Ik ben schor. Ik was u bent uitgezongen. Ik was smeren. We vallen in de mast, dus hou je zeker vast. De wachteraars in Holland, die komen er weer aan. De wachteraars in Holland, die gaan er weer aan. De wachteraars in Holland, die moeten het weer doen. De wachteraars in Holland zijn wereldkampioen. Heeft het een beetje naar uw zin vanavond? Vreselijk leuk. Ik was van plan om snel naar huis te gaan na het optreden bij Bagger. Maar ik blijf. Het is allemaal zo leuk. Ja, vinden u alle bands leuk of komt u echt speciaal voor een band? Nee, ik hou van alles. Ik ben, dat weet jij wel, een beetje op leeftijd. Maar ik hou van alle muziek. En wat vindt u nou van het initiatief dat het voor, zeg maar, voor hongersnood in Afrika het geld wordt opgehaald? Ja, dat vind ik geweldig. Dat vind ik zo. Ik kijk eens om je heen, jong en oud. Is aanwezig en doet het allemaal gratis. Ik vind het fantastisch. Het ontroert toch gewoon. Is gegaan met zingen vanavond? Nou, ik denk dat het erg leuk is geweest. Erg goed is gegaan. Ja, want jij zingt voor de band, of voor de koor eigenlijk, hè? Ja, Close Harmony is het. Charmony. Kan je daar even iets meer over vertellen? Ja, we zijn een groep van nu ongeveer 19. En we repeteren eens in de 2 weken op maandagavond. Ja, en dan hebben we gewoon een leuk repertoire. En dan gaan we hier en daar optreden. En het is gewoon ontzettend leuk.
En treden jullie ook door heel het land of gewoon meer in de omstreken? Of, nou, we hebben nu inderdaad toch wel een beetje in de regio opgetreden. En dan gaan we proberen te kijken in hoeverre wij wat meer kunnen gaan doen. Kijken wat we zelf leuk vinden, dat is het belangrijkste natuurlijk. En wat we dan willen gaan doen, dus wie weet. Maar is het nou niet moeilijk als je zoveel mensen bij elkaar hebt om datgene te zoeken wat jullie dan allemaal leuk vinden? Nou, op zich moet ik zeggen dat de nummers die we dan eigenlijk doen, tot nu toe eigenlijk wel door iedereen heel erg leuk gevonden worden. Kijk, natuurlijk de ene heeft zijn favoriet misschien, de andere is dan een ander. Maar over het algemeen hebben we gewoon hele leuke nummers. En ik moet zeggen, iedereen brengt ook af van alles in. Dus iedereen is heel druk met de YouTube filmpjes, weet je wel, voorbeelden. En dit is leuk, dat is leuk. Dus er komen wel heel veel ideeën ook van ons, altijd van de leden ook, zeg maar, echt zelf. En wat vond je eigenlijk van het publiek vanavond? Ja, dat was leuk. Ik vond het best wel een beetje spannend wat er dan komt en wat iedereen ervan vindt. Maar het is gewoon echt een ontzettend leuke avond, gewoon zo. Echt, ja, je hebt het helemaal naar je zin gehad. Ja, echt hartstikke goed. Ja, het is hartstikke goed om iedereen te zien en ik vond het erg leuk. Van jou alleen, dat houdt me wel op de been. Zo blond met blauwe ogen, zo zie je er maar één. Vroeger voor een dans, ik voelde het is een kans. En moest er maar van komen, bezweet er als ik kroon. Als de nacht verdwijnt en de zon is schijnt. A la canción mexicana. A la canción más calada, la canción más primorosa, que es la canción mexicana. Que nos trae mucha alegría, que emociona el cuerpo mío, esos sones abajeños de un mariachi tapatío. Muchísimas gracias, dank jullie wel. Het is ons allemaal bekend dat de Stichting Kringloop met regelmaat checks uitschrijft voor goede doelen. En ik wil jullie daar heel graag hartelijk voor danken. U keek weer naar een nieuwe aflevering van Actueel. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.